Ik heb vandaag heel erg leuk nieuws. Ik heb het eergisteren te horen gekregen waar ik kom. In Amerika. En I'm so excited! Ze belde dus in de ochtend AF. En toen vertelde ze dat ik in Bristol kom. En dat ligt in Virginia. Ik laat zo even ook zien waar het is. Ik heb er dus echt heel veel zin in. Ik weet nu ook mijn gastgezin en zo. En mijn high school. De school waar ik dus naartoe ga heet Virginia High School. En het is echt erg leuk. Ze hebben ook cheerleaders. Maar ik weet niet of ik kan gaan cheerleaden. Want de try-outs van de audities zijn dus al geweest. Wat dus echt heel erg jammer is. Ik bedoel, ik kan het altijd gaan proberen. Alleen, het zal dus makkelijk zijn dat het niet kan. Maar dat is niet erg. Dan ga ik gewoon iets anders leuks doen. Er zijn er zoveel dingen te doen, dus dat gaat vast wel goed komen. Ik heb dus een hostmoeder en een hostvader. En ze hebben twee zonen, alleen die zijn al het huis uit. En er is ook nog een ander exchange student die bij mij gaat wonen. Het is een Duits meisje en we hebben al contact en zo via Facebook. Dus dat is echt heel erg leuk. En ja, ze lijken me al echt heel erg aardig. Ik ben helemaal eens aan het klutsen en zo. En van alles natuurlijk aan het vertellen. Dus dat is echt heel erg leuk. Er zijn dus ook drive-in movies waar ik kom. Ik bedoel, ik ging het opzoeken en ik lag op de hond. En toen vroeg ik aan die moeder, zo van ja, ik zag dat ze drive-in movies hebben. Is dat echt zo? En zei ze van ja, daar ging ik vroeger altijd heen. En ik zat zo van, ugh. En toen zei ze zo van ja, daar gaan we ook wel heen. Dus ik ben dood. Dus ja, daar heb ik echt zoveel zin in om naar drive-in movie te gaan. En dat ga ik natuurlijk allemaal vloggen voor jullie. En oh, dat is echt geweldig. Ik ben zo blij ermee. En het ziet er echt heel erg mooi uit allemaal daar. Die vrouw heeft al foto's gestuurd van het huis. Het is een heel erg bijzonder huis. Eigenlijk best wel apart. Maar wel echt heel erg mooi. Het heeft een hele bijzondere stijl. Ik vind het wel echt heel erg gaaf. Maar ik ga jullie even foto's laten zien. Even kijken. Ik ga nog niet foto's laten zien van mijn hostouders. Want straks willen ze niet op YouTube of zo. We hebben het over YouTube gehad. Daar vinden ze het niet echt het probleem. Weet je wel, zoals ik maar gewoon geen rare dingen film. Maar nu, ik ga niet zomaar, joe, kijk, dit zijn ze. Dus begrijp wat ik bedoel. Dus, in ieder geval, ik ging dus kijken op de website van de school. Dit, als je van High School Musical houdt, je ligt echt op de grond. Ik zag dit en ik dacht echt, oh my god, dat is zo leuk. Moet je zien. Ik ga echt zingen, stick to the stuff you know. Ga ik echt doen daar. Ik ga gewoon op die tafel staan en ik ga dansen. dit ook. Als je van Glee houdt, lig je ook op de grond op het moment. Kijk. Oh, oh. Hier. Dit is echt gewoon precies zelfs als Glee. Nou, dit is ook een ding. Dat is zo'n soort van bord die daar dan, nou geen bord, maar zo'n sign, weet je wel, die daar dan staat. En dit is dan van mijn school. De kleuren zijn oranje, zwart en wit. Toch nog wat Hollands bij me mee. De mascotten zijn dus de Bearcats. Lijkt op de Wildcats. Hier is dus waar Bristol ligt. Daar. Het is dus helemaal aan de rechterkant van Amerika. En eigenlijk een soort van onder New York, maar niet helemaal. Het is nog echt zo'n 6 uur rijden of zo. Maar het ligt onder Washington eigenlijk. En ja, het is echt heel erg leuk, want Bristol zit namelijk ook precies op de grens van Tennessee. Eén moment ben je dus in Virginia en ander moment ben je in Tennessee. Zo grappig. En dit zag ik ook nog van mijn school. Echt heel erg leuk. Ik hoop echt heel erg dat ik kan gaan cheerleaden. Maar hè, je weet het wel iets. Misschien ben ik wel niet goed genoeg, want broers zijn niet voor niks echt audities dat je echt moet gaan. Oh, dat lijkt me echt heel eng. Ik heb er zoveel zin in. En het is trouwens zeker nu dat ik 20 juli wegga. Dus dat is dus ongeveer over 2 weken. Het is echt heel spannend. Maar wel echt heel erg leuk. Ik ga eerst natuurlijk nog 10 dagen op kamp. Dan ga ik ook gewoon alles filmen. En dan ga ik de 30ste. Dan vlieg ik naar mijn gastgezin. Ik heb er echt heel veel zin in. Want ze heeft allemaal leuke dingen gestuurd en zo wat ze allemaal gaan doen. En het is geweldig. Het is gewoon geweldig. Dat was de video van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik wel in ieder geval. Maar ja, ik heb er dus echt heel veel zin in. Het is er echt al bijna. En ik heb er zoveel zin om ook alles te vloggen en zo. En alles op YouTube te zetten. Dus ja, tot de volgende video. Doei!